dat ik een raar plekje onder mijn voet heb. Dus zij heeft eigenlijk een chirurg opgeroepen om er even naar te laten kijken. Niet zo smakelijk, maar ja, aangezien ik toch alles deel, hè? Misschien hebben jullie er nog wat aan. Ik werd duizelig. Ik word er een beetje onpasselijk van, moet ik zeggen. Mijn vlees in mijn voet door dat gaatje heen is gekomen. Want eigenlijk weet niemand zeker wat het is. Nou, ik ga even een spoedafspraakje voor je maken bij de dermatoloog. Misschien met krukken, misschien in de rolstoel. Zelfs de dermatoloog had het niet eerder gezien. Ik heb het idee alsof de pleister zeg maar op mijn wond zit. Nou, ik ben gebeld door de dermatoloog met de uitslag. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Ik heb even een afspraak gemaakt met de arts. Want ik heb al, ik denk rond, vanaf 21 juni dat het me opviel, dat ik een raar plekje onder mijn voet heb. Ik zal even een foto laten zien. En een filmpje. Nou ja, het is dus zo dat we eigenlijk niet weten wat het is. Maar het gaat niet dicht. En er komt een soort van bobbeltje op. En als ik er dan op druk, dan komt er vocht uit. En als ik iets knijp, dan ineens gaat bloeden. En dan stopt het niet meer. Ja, en ik zit natuurlijk nog steeds aan de chemotabletten. Dus eigenlijk was in eerste instantie, heb ik de huisarts een berichtje gestuurd. Maar die vond het onduidelijk op de foto. Dus die zei, maak beter maar even een afspraak. Maar toen dacht ik, ik stuur het ook gewoon even naar het ziekenhuis waar ik onder behandeling ben. In eerste instantie was de bedoeling dat aangezien ik volgende week toch moet komen dinsdag. Voor, als het goed is, mijn laatste kuur. Als ik het goed geregeld heb van de chemotabletten. Om dan te gaan kijken. Maar ze zei, als het erger wordt of iets, dan trek dan eerder aan de bel. Ja, en toen ging het die avond, toen ik er weer aan zat, kwam er toch weer vocht uit. Ik denk, ik ga het even desinfecteren. En het ging bloeden en dat bleef lang wat doorgaan. En toen kreeg ik er toch niet een goed gevoel bij. En ik denk, ik zit er al 2 weken. Moet toch wel heel voorzichtig zijn. Dus ik heb weer een beetje gestuurd met het filmpje. Misschien verstandig dat ik toch wat eerder kom. Dus nu hebben ze voor mij een afspraak gemaakt om 12 uur bij een andere arts dan ik normaal heb. Maar dat maakt niet uit. Het is in ieder geval fijn dat er even naar gekeken wordt. En dan ga ik ook gelijk vragen van mijn been. Want daar heb ik ook een beetje last van. Echt alsof ik, ja, ik weet niet of het mijn spier is of mijn bot is. Geen idee. Ik heb er nu een pleister omheen gedaan. Dit is van vanavond. En dan zie je, ja, dat er toch vies vocht uit is gekomen. Lekker beeld weer. Niet zo smakelijk, maar ja, aangezien ik toch alles deel. Hè? Misschien hebben jullie er nog wat aan. Hebben jullie het ook? Weet ik veel. Dus ik ga even naar de arts. Nou, ik ben inmiddels weer thuis. De assistentarts die heeft er even naar gekeken en die kon er ook geen chocola van maken. Dus zij heeft eigenlijk een chirurg opgeroepen om er even naar te laten kijken. Een heel duidelijk antwoord had hij ook niet, maar hij vond het eruit zien als een opengesprongen extra oog. Maar verder zag het er gelukkig niet kwaadaardig uit. Het vocht is schoon, ziet er niet rood uit, doet geen zeer. Dus zijn advies is om in ieder geval goede schoeisel te dragen. Ook af en toe het voet te laten luchten en eventueel inderdaad een sodabadje. Hij vond het in ieder geval geen reden om de chemotabletten dadelijk uit te stellen. Natuurlijk in de gaten houden. Volgende week heb ik de afspraak bij de arts om te kijken of ik door mag naar mijn volgende ronde. Dus ja, als het erger wordt, dan is dat natuurlijk zeker iets om weer aan de bel te trekken. Maar ja, hopelijk gaat het vanzelf over. Zo, ik zit even met Jesse Silver in de speeltuin. Mama, kijk! Wauw, wat goed jongen! Zo, ga je turnen? Zo, dus ik dacht ik leer hem eventjes koppeltje duikelen. Je snapt het al? Mama,
Ik werd duizelig. Ik ga echt niks meer hebben. Ik ging heel langzaam hier zo over de kop. Echt gewoon super langzaam. Nou, het was echt alsof mijn hersenen gewoon... Zo hoor ik het ook in mijn oren. Alsof mijn hersenen gewoon meegingen. Ik moest echt even... Oh nee, oh nee. Oké, okay, maar het kwam goed. Maar dan ga ik het niet meer doen. Ja, liefie. Zullen we nog naar anders gaan? Oké, okay, dat is goed. We gaan heen. Ik weet het. Die kant op. Gaan we die kant op? Is goed. Ik volg jou. Oké. Okay. Ja? Ja, 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 ja. Oh, mama. Die moet gewoon even op de knieën voordat ze op kan staan. Wat jij wil. Kijk, deze is ook leuk. Huisje. Oh, die? Oké. Okay. Gaan we samen? Oké. Okay. Eens even kijken of mama's knieën dat aan kunnen. Nou. Oh. Vindt mama's knieën niet meer zo leuk? Poef. Een hele goede avond. Nou, mijn zus en zwager en nichtje zijn gezellig wezen eten. En Sergio die is bezig met de wifi. Want we hebben een extra wifi kaart besteld. Ja, een hele nieuwe wifi access point. En die wifi andere access was point. Small range. En we hebben nu een lange range. Dat is heel fijn. Alleen we hebben nul bereik in huis. Dus als ik die ene eruit haal om die andere te installeren. Want ik mis dus een internetkabel. Dan valt natuurlijk alles weg, dus dan kan ik ook niks instellen. Dus vallen. Ja. Ring nummer 2. Dus lekker handig. Ondertussen, ik heb jullie natuurlijk verteld over dat rare plekje onder mijn voet. Ja, dat ziet eruit, denk ik. En ja, dat is er niet beter op geworden, kan ik je vertellen. Ik word er een beetje onpasselijk van, moet ik zeggen. Ik ben namelijk een beetje zo dom als een koe geweest. Want ik dacht, ik moet er druk van afhouden. Laat ik er zo'n likdoorn pleister op doen. Dat is zo'n ronde. En daar zit dan een mini rond gaatje ook weer in. En die was net zo groot. Ik denk, oh, dat is mooi. Maar ja, ik ben natuurlijk zo super dom dat ik ook niet even aan mijn moeder vraag of dat kan en hoe dat werkt. Maar schijnbaar is het dus zo dat je die ringetjes... door de midden moet knippen. En dat je het daardoor meer ruimte geeft eromheen. Maar nee, wat heb ik gedaan? Ik heb hem over ja, dat plekje heen gedaan. Waardoor dat, ja, dat blaasje zeg maar precies in het rondje viel. Snap je hem nog? En in plaats van dat ik dus de druk ervan af heb gehaald. Heb ik onbewust dus juist heel veel druk opgezet. Waardoor mijn vlees in mijn voet door dat gaatje heen is gekomen. En nu pelt er dus gewoon een stuk vlees uit mijn voet. Het lijkt gewoon net een inimini mushroom. En ik word er helemaal niet goed van. Ik voel gewoon dat het een beetje aan het... ja, aan het trekken is dat het knelt. Wat is natuurlijk ook zo. Maar echt, het... Ja, het is gewoon goor. Ik zal het jullie wel even laten zien. Het is niet best, nee. Maar het is niet best. Gelukkig heb ik wel een afspraak morgen al bij de arts. Ik had een mailtje gestuurd naar het ziekenhuis. Help, er komt nu vlees uit. En toen zegt ze, ik ga even overleggen met de arts. Ik bel je zo snel mogelijk, waarschijnlijk morgen. En toen kreeg ik daarna, oh, ik zie dat je morgen al een afspraak hebt. Dus we kijken er morgen naar bij de arts. Maar misschien hoefde er eerst nog niet ingesneden te worden. Maar nu heb ik toch het idee dat er misschien wel ingesneden moet gaan worden. Ja, als het echt vlees is wat naar buiten is gekomen, wel. Het lijkt wel een soort van vleesboompje inderdaad. Maar het kan ook gewoon zijn dat het, want het was natuurlijk eerst ook een soort van blaasje. Ja, maar ze weten... het blaasje weer dicht is gegaan. En dat het nu in de vorm van die pleister naar buiten is gekomen. Daardoor ziet het natuurlijk zo onwijs
Nee, het is op zeker vlees. Uit. Ik ga het jullie laten zien. Oh my god. Het is echt zo ranzig gewoon. Het was dus een soort van blaasje. En dat is er gewoon uit komen puilen nou. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar het is echt... Het aanzicht en het gevoel, ik word er gewoon helemaal niet lekker van. Het is echt alsof er vlees uit mijn blaasje is gekomen gewoon. Nou ja, dat dus. Dus ik heb er nu een sportsok overheen gedaan, zodat die niet zoveel beweging krijgt. Het gevoel... Oh. Als het beweegt is ook echt niet fijn. Het staat gewoon compleet op spanning. Dus ik kan niet wachten tot ik met de arts kan spreken om te kijken wat we hier aan kunnen gaan doen. Dit is echt niet fijn. Oké, dat was het. Tot morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn onderweg naar het ziekenhuis. Kijk, hier. Ja. Want vandaag zou ik sowieso naar het ziekenhuis gaan vanwege mijn nieuwe kuur voor de chemotabletten hopelijk. Bloedprikken, et cetera. Maar ik heb dus die gekke plek onder mijn voet. En vanochtend dacht ik, ik heb dus de hele nacht met een sok aangeslapen. En vanochtend dacht ik eventjes spieken hoe het eruit ziet. Ik vond hem er wat glaziger uitzien nu. Ja, dan echt vlezig, iets glaziger. Gaat hij terug naar wat hij was? Ja, maar ik deed alleen maar mijn sok eraf en ineens ging die bloeden. Het is gewoon heel raar. Ik word er helemaal niet goed van. Je moet even naar de dermatoloog, denk ik. Ja. Dus nu heb ik er toch maar even een pleistertje op gedaan. Voor die paar minuten. Want ja, anders zit helemaal sok en alles onder het bloed. Dus ik heb zo'n witte pleister er maar eventjes op gedaan. En ik ben heel benieuwd wat ze gaan zeggen. Want eigenlijk weet niemand zeker wat het is. Want de verpleegkundige assistent wist het niet. De chirurg die wist het ook niet eigenlijk. Die dacht iets, maar hij wist het niet zeker. Ja, maar nu gaat de internist er naar kijken. En dat is natuurlijk ook geen dermatoloog. En Barbara zei ook al van ja, het komt ons niet heel erg bekend voor wat betreft de chemotabletten. Maar ja, je bent natuurlijk wel weer gevoeliger voor infecties of weet ik het allemaal. Dus het is gewoon een heel raar ding en ik hoop dat we er wat aan gaan doen. Nou, ik ben weer thuis. Ja, ook de internist weet het niet. En toen ik voor een pleister vroeg, kwam mijn verpleegkundige specialist ook nog even kijken. Want ze zegt op de foto, het filmpje leek het wel de Himalaya. Dus... Ja, dat. De internist heeft dus gezegd, nou ik ga even een spoedafspraakje voor je maken bij de dermatoloog. Want dan hoef je geen maand te wachten. Want ik gok dat zij ja, misschien wel weten wat het is. Veel sneller dan dat zij dat weten natuurlijk. En even kijken wat eraan gedaan kan worden. Hij zegt, want gekke plekjes snijden we weg. Dus ja, hij zegt het is ook geen hand-voetsyndroom. Want je voet is in de juist hartstikke goed uit nog. Ook eromheen is het niet rood, niet zwart, niet paars, niet, nou ja. Dus het is gewoon heel gek, het lijkt wel een vleesboompje of zo. Ja, maar ik ben heel blij. Morgenochtend, 9:10, heb ik de afspraak met de dermatoloog. Oh, en ik vergeet bijna het goede nieuws. Mijn bloed zag er goed uit. Geen gekke dingen. Ontstekingswaarden waren... wel ietsje lager, zo noemen ze dat blijkbaar, maar niet heel laag. En ja, dat kleine beetje komt gewoon door de chemotabletten. Dus het was eigenlijk allemaal in orde, prima. Dus ik mag aan mijn voorlaatste chemotablettenkuur, de 7e van de 8. Dus, yay! Goedemorgen, daar zijn we weer. Goedemorgen! Eén dagje later, want ik ben gebeld door de dermatoloog dat ze me de volgende ochtend om 9:10 al wilde zien. Dus daar ben ik heel blij mee. En mijn moeder is gezellig weer mee. Dat is ook heel fijn. Ik heb werkelijk geen idee hoe ik hier uit ga komen. Misschien helemaal niks. Misschien met krukken, misschien in de rolstoel. Het wordt spannend. Nou, we zijn weer terug van het ziekenhuis. En je raadt het niet, zelfs de dermatoloog had het niet eerder gezien. Heb ik weer.
Nou, ze hebben een biopt genomen. Dus ze gingen eerst mijn voet verdoven. Auw. Maar dat was wel prettiger dan, denk ik, dat ze het zonder verdoving eraf hadden gehaald. De eerste verdoving die had het niet helemaal gepakt, zeg maar. Dus er moest nog een tweede prik in. Maar daarna voelde ik inderdaad niks meer. Toen dacht ik, oh, het is er al af. Ja, dat had ik dus helemaal niet gemerkt. Dus dat is wel prettig. Ja, ze weten het echt niet. Ze durven er eigenlijk vrij weinig over te zeggen. Het zou zomaar wild vlees kunnen zijn. Of, wat zijn ze nou nog meer? Of een opstulping van bloedvaatjes. Ja. Zoiets. Maar ja, het kan natuurlijk ook iets heel anders zijn. Dat hopen we niet. Maar, want verder zag het er gewoon goed uit. En ze heeft me gelijk even helemaal gecheckt op rare plekjes. Dus eigenlijk is dat heel prettig. Dat ik die check ook gewoon heb gehad. En dat zag er gewoon heel goed uit. Verder geen rare plekjes of iets. Dus dat is fijn. Nu moet ik ongeveer een week wachten op de uitslag. Een week, anderhalve week, want het is vakantieperiode. Maar voor volgende week staat er in ieder geval een belafspraak met de uitslag. Dus ik heb het niet gezien, maar eigenlijk een holletje in mijn voet. Ze hebben alles weggehaald. Want ze hebben hem er helemaal afgehaald. En ik gok op die opstulping van bloedvaartjes. Bloedvaartjes. Omdat je natuurlijk met het rondje gewerkt hebt. Ja, en ze haalden die pleister eraf in het begin. Maar die bleef een beetje hangen volgens mij. Dus dat voelde ik wel. En toen ging die ook gelijk bloeden als een gek. Dus dat, ja. Het klopt wel met een ophoping van bloedvaartjes. Ja, dus dat hoop ik eigenlijk. Toch? Eigenlijk is dat iets anders. Het is al weg tussen. Ja, maar dat er niet iets anders geks uitkomt. Nee, natuurlijk wil je dat niet. Nee. Dus ja, het is weer eventjes afwachten. Nu heb ik er weer een pleister om, een gaasjes. En die de bloed tegen gaan. Wachten tot woensdag. Killing, ja. Maar goed, heel eerlijk gezegd verwacht ik er geen ernstig ding van. Nee, maar... Ja, maar 2 dagen moet ik in ieder geval hem droog houden. Dus even niet douchen of iets. En verder moet ik gewoon zorgen dat als ik onder de douche ga... Niet te lang, niet in bad. Kijken, goed afspoelen. Dus dat er geen shampoo resten of iets in blijven zitten. En dan hoop ik dat hij vanzelf dicht gaat. Ik mag er gewoon op lopen. Dus geen krukken of rolstoel voor mij. Gelukkig. Maar ja, in principe is het natuurlijk wel prettiger als je niet telkens te veel druk erop zet. Want dan heeft het natuurlijk meer kans om te genezen. Want het is gewoon een rotplek. Het zit gewoon onder je voet. Ja. Als je echt geen druk wil, dan is dat de enige optie, denk ik. Maar dat hoeft er eigenlijk niet zijn. Zo. Dus afwachten. Het is weggehaald. Het is weggehaald. Dat in ieder geval. Daar ben ik al blij mee, want ik ben niet goed van dat ding. Gewoon daarna al naar te kijken. Zie, ik zei het toch echt bijna voor mijn stokking. Ja. Nou ja, ik dacht echt, ik moet goed in ademen en goed uitademen. Ja. Weet je nog toen ik dat andere moedervlekje had weg laten halen? Dat ik toen ineens daar achteraf goed van. Daarna. Ja. Zo. Ik ben misselijk ineens, ik helemaal niet goed. Nou, dat viel nu wel mee. Ik ben inmiddels wat gewend, blijkbaar. Nou, afwachten dus. Het is vandaag wel super lekker weer. Dus we zijn eventjes een ijsje wezen eten. En even op het strand van Kijkduin. Het is bijna onze achtertuin, hè schat? Heerlijk. Ja, hoe heet het stukje daar dan? Is dat ook gewoon een Kijkduin? Is dat ook gewoon een Kijkduin? Oh, daar bij Monster? Ja, daar in ieder geval wat meer in ons verlengde ligt. Weet het niet, maar het is volgens mij gewoon een Kijkduin. Zeg maar. Gewoon Kijkduin. Ja, onze achtertuin. Onze achtertuin. Kunnen we nog ijsje halen? Nou, je hebt net een ijsje op, liefie. Nee, niet meer lekker. Met een ijsje op. Hoe komt jouw oor nat? De water. Ik hou wel even mijn voet omhoog dat er niet te veel zand in komt, want ik mag 2 dagen niet douchen. Althans, mijn voet niet nat. Doet het pijn? Nou ja, nee, pijn is een groot woord, maar ongemakkelijk. Toch een druk erop. Open Gino is er ook gezellig. Hoi. Nou, we zijn inmiddels 2 dagen verder. En ik ga eventjes mijn pleister eraf halen. En dat vind ik wel een beetje spannend, eerlijk gezegd.
wel een beetje spannend. Want ik heb het idee alsof de pleister zeg maar op mijn wond zit. Maar goed, ja. Nou. Reuze mee. En dat ziet er goed uit. Oké. Nou, dat valt me alles mee gelukkig. Pleisters ziet er niet altijd lekker uit. Dus het is toch wel wat flink uitgekomen. Ik heb net ook op het strand gelopen, dus ik ga nu even douchen. Daarna moet ik het goed afspoelen, dat er niks aan viezigheid in blijft zitten. En dan mag ik het weer afplakken. Oké, okay. Ik was even bang dat een plakgedeelte daar aan zou zitten. Een hele goede morgen met deze pluizenbol. Ja, zo ziet mijn haar er dus uit als ik wakker word. Ik ben gisteren onder de douche geweest. En ik heb er alleen shampoo in gedaan dit keer. In plaats van ook nog conditioner en een masker. Want dan is het echt, nou ja, dan ben ik echt een schaap. Maar dit is nog wel te doen. En het wordt lekker lang. En als mijn kapster terug is van de welverdiende vakantie, dan ga ik het weer een beetje bij laten werken. Ik ben nu ondertussen bezig met het voorbereiden van mijn laatste week van de 7e kuur van de chemotabletten. En als dat voorbij is, heb ik nog maar 1 kuur te gaan. Ja, dat is er weer iets om af te sluiten. En dan ben ik heel benieuwd hoe ik me daarna ga voelen. Als ik dan alleen nog maar de antihormoontherapie heb. Volgens mij ligt er iets onder de grill die ik er even uit moet halen. Ja, want op een gegeven moment weet je toch niet meer waar bepaalde klachten nou van zijn. Of dat nou komt door de antihormoontherapie of toch voor de chemotabletten. Ja, dat je dat dan niet helemaal door hebt. Ik merk wel dat ik wel wat onrustiger ben. Misschien wat minder geduld dan dat ik normaal heb. Want iedereen zegt altijd, René is geduld zelf. Dus ik hoop niet dat ik dat helemaal kwijt ben. En verder word ik vandaag gebeld. Als het goed is over mijn biopt van mijn voet. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen, want de patholoog zou ernaar kijken. En ik hoop dat ze de uitslag hebben, want het is vakantieperiode en het kon ook zijn dat ze moeten zeggen, het is nog niet binnen. Ze zeggen, dan moet je niet denken dat er gelijk iets heel ernstigs aan de hand is. Van zie je nou wel, maar het is gewoon druk. Dus maak je daar geen zorgen om. Maar ik hoop eigenlijk dat ze het gewoon al binnen hebben. Dus dat ga ik jullie natuurlijk zo laten weten. Nou, ik ben gebeld door de dermatoloog met de uitslag. En dat had een hele moeilijke naam. Maar waar het op neerkwam, is dat gelukkig goedaardig was. En dat het eigenlijk kwam het erop neer dat het een kluitje van bloedvaatjes was. Gevormd door een traumaatje. Nou ja, en ik gok dat het traumaatje ik zelf ben geweest. ja, ze hebben dus eigenlijk niks gezegd over hoe het daarvoor was. Want dat weten ze natuurlijk niet. Dat was dus nu ook weg en hoe dat is ontstaan. Geen idee. Maar ik ben zeer opgelucht dat het goedaardig is. Het ziet er nu ook al een heel stuk beter uit. Het is echt goed aan het genezen. Ik doe wel om de 2 dagen even een nieuwe pleister erop. Of als ik gedoucht heb. Ja. Dus daar ben ik gelukkig blij mee. Hè, schat? Ja, toch wel. Ja. Ik schrok mij kapot. Ja, het was echt een eng ding, hè? Ja. Ik werd er echt niet goed van ook om daarnaar te kijken. Dus ik was al heel blij dat ze hem eraf hadden gehaald. Maar deze uitslag is toch weer een opluchting. Ja, het ex is van wat. Wat heb ik nou weer aan mijn lijf hangen? Ja, precies. Dus met dit goede nieuws ga ik afsluiten. Hopelijk vond je dit weer een leuke, interessante vlog. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En ik lees weer heel graag jullie reacties.
Tot de volgende video. Ciao. Ciao.